Hallo oh, en welkom weer bij een nieuwe video -les van Forbetta. En deze keer gaan we kijken naar opgave nummertje 8 van de oefentoets voor HAVO en VWO 3 hoofdstuk 2 en 3 van het boek Pulsar. Hiernaast staat een snelheid-tijd diagram getekend. Dit diagram is in drie delen op te delen. A. Bereken de gemiddelde snelheid in het eerste deel. Nou, als we nog heel even gaan kijken. We hebben dus hier het diagram. En dan hebben we dus deel 1. Horizontale lijn noem ik deel 2. En deze andere verticale lijn, die ga ik deel 3 noemen. Dus, vraag A. Breken de gemiddelde snelheid in het eerste deel? Gemiddelde snelheid, het is altijd even handig om een formule te weten... ...heeft altijd te maken met, als de lijn tenminste recht is... ...beginsnelheid plus eindsnelheid gedeeld door 2. De beginsnelheid in dit geval is 0... De eindsnelheid in dit geval lees ik af als 10, dat delen we door 2, komen we uit op een gemiddelde van 5 meter per seconde. Gaan we gelijk door naar opgave B. Bereken de gemiddelde snelheid in het tweede deel. Nou, in het tweede deel is hij een beetje flauw, namelijk de gemiddelde snelheid is de beginsnelheid plus de eindsnelheid. Gedeeld door 2, beginsnelheid als we zo kijken in dat horizontale deel is 10, eindsnelheid is 10. Dus 10 plus 10 gedeeld door 2 is 10 meter per seconde. Goed, gaan we door. Welke afstand is er afgelegd in 30 seconden? Nou, dan uh, hebben we dus de snelheid in het eerste deel. We hebben de snelheid in het tweede deel. En dan kunnen we zeggen: De afstand die in het eerste deel is afgelegd heeft te maken met de snelheid gemiddeld in het eerste deel keer de tijd in het eerste deel. En de afstand die in het tweede deel is afgelegd heeft te maken met de gemiddelde snelheid in het tweede deel keer de tijd in het tweede deel. Um, dus dan kunnen we zeggen, in het eerste deel is de gemiddelde snelheid 5. En hebben we het over een tijd van, nou lang leven het grofweg aflezen op een beeldscherm, 14 seconden. Dus 5 keer 14, 5 keer 14, dan hebben we het over een afstand van 70 meter. Maar in het tweede deel, daar was de gemiddelde snelheid 10 meter per seconde. En we gaan van 14 seconden naar 30 seconden. Van 14 seconden naar 30 seconden is een totale tijd van 16 seconden. Dus niet hier 30 gaan invullen. Dat is namelijk een strikvraag waarom ik deze vraag gemaakt heb. Dan hebben we dus hier 160 meter. Dus de totale afstand. Die is de afstand in nummertje 1 plus de afstand in nummertje 2. Dat is dus 70 plus 160. 70 plus 160 is 230. Meter. En dit was opgave C. Gaan we door naar opgave D. Bereken de versnelling in het derde deel. Versnelling is altijd. Het, of de verandering in snelheid gedeeld door de tijd waarin het gebeurde. Um, de verandering in snelheid kun je ook zeggen dat is de eindsnelheid minder beginsnelheid. Nou, de tijd die uh, houden we daar nog eventjes in. De eindsnelheid op dit punt is de eindsnelheid natuurlijk 0 meter per seconde. We begonnen op 30 seconden. En toen was de beginsnelheid 10 meter per seconde. Maar we begonnen op 30 seconden, we eindigen op 52 seconden. Dus ik noem dit een tijd van 22 seconden. Dus dan hebben we hier min 10 gedeeld door 22. Nou, dat is een uh, onhandig getal, dus die ga ik wel even invoeren. Dus min 10 gedeeld door 22 is een versnelling van. Min 0,45 meter per seconde kwadraat. Dat zou je ook een vertraging hebben mogen noemen, natuurlijk. Goed, dit was opgave nummertje 8. Ik hoop dat jullie hier iets van hebben gehad. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.